aan boord inmiddels. Bob Reitsma en Arjaan Wit. Allebei van het Leiderdorf Museum. Klopt dat? Jazeker, dat klopt. Ja. Ja, 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 ja. En van het comité Open Monumenten. Ja, want daar gaat het ook over natuurlijk. Hè. Nee, jullie zijn niet zomaar hier gekomen, dat is duidelijk. Fijn dat jullie er zijn. En jullie komen ons inderdaad vertellen over de Open Monumenten dag of dagen van volgende week. Het is één dag geloof ik in Leiderdorp. In Leiderdorp is het één dag, zaterdag de 14e. Zaterdag de 14e, dan is het zover. Ja. En jullie zitten al een tijdje in de organisatie. Ik denk dat Arjaan... Ik zit er al 20 jaar. 20 jaar al? Ja. Ik een jaar of 5, 6. Ja, nou, als je 20 jaar erin zit, verdien je inmiddels zelf een monument natuurlijk ook. Ja. Zo wordt er ook soms naar mij gekeken. Daar fietst het monument. Ja. Oh. Ja. Ook vrij te bezichtigen. Een levend monument, een pratend monument. Ja, 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 ja. Is het een belangrijke dag voor jullie? Het is zeker een belangrijke dag, want de voorbereidingen voor de... Open Monumentendag, daar beginnen we al in januari mee. Het thema wat er is, en wat dit is dit jaar... routes, netwerk en verbindingen, oftewel onderweg. Dat wordt dus Europees ingevuld. Ja. Het landelijk comité neemt dat over. Oh, is er in heel Europa Open Monumentendag? Nou, in ieder geval het onderwerp. De data kunnen verschillend zijn. Ah, maar dat al. In Nederland is het 14 en 15 september. De tweede en... De tweede zaterdag, de tweede zondag van het jaar, van september. En wij geven dan de lokale invulling op dat onderwerp. Ja, ja. En wij waren zeer geïnspireerd door dit onderwerp. Want Leiderdorp biedt toch al de nodige kansen om invulling te geven aan dit onderwerp. Ja, want even, hoe gaat zoiets in zijn werk? Dan gaan jullie met elkaar even een avondje zitten en goed brainstormen. En dan komen er allemaal wilde ideeën op tafel. Hoe werkt het? We zijn er 8 maanden mee bezig. 8 maanden? 8 maanden. Dus het begint met de ideevorming. Ja. Welke onderdelen kunnen we doen? Ja. En ik denk, Arjaan, het eerste wat we gelijk besloten hebben en gecontracteerd hebben, dat is de oude bus van Maarsen en Kroon. Ja. De bus uit de jaren 70 die hier door Leiderdorp reed. En die kan je dus huren. En we dachten, ja, met verbindingen, dat gaat iedereen proberen. Dus we waren er in januari al bij om de bus vast te leggen. Aha, dus de bus gaat ons ook gewoon door het dorp leiden en langs de monumenten leiden. Ja, ja. We hebben 5 haltes. Ja. En die bus begint in het oude dorp. En dan is de tweede halte... Het Leiderdorps Museum. De derde halte is het voormalig brandweerkazerne. Ja. De Simon Smitweg. En dan stopt hij bij het afhaal- en kijkpunt van Wil van Gessel bij de Hoofdstraat. De vijfde halte is de kerk van de gereformeerde gemeente. En dan komt hij weer in het oude dorp en dat doet hij. En is het hop-on, hop-off? Ja, hop-on. Zo'n systeem is het, dus je mag gewoon even naar buiten en even rustig gaan kijken bij de monumenten. Ja. Dus eens in het half uur komt hij langs, om het maar zo te zeggen. Ja. Wij zullen ervoor zorgen dat de mensen dan weten dat hij komt. En niet de hele poos aan te wachten of denken van busje komt zomaar, komt geen busje. Dus dat is nog een hele logica. Jullie gaan bij de halte staan. We hebben daar een systeem voor. En dat zullen we precies op zaterdag wel doen. Dat de mensen op de locaties, als ze ergens een verhaal in een pand krijgen, even ingeseind worden, over 5 minuutjes komt de bus. Ja. En dan kan iemand dus weer verder, maar die kan dus ook zelf op de fiets stappen. Ja. En wat dit jaar ook heel erg leuk is, want het gaat natuurlijk over verbindingen, is dat mensen die zelf iets minder goed ter been zijn, door fietsmaatjes van de ene naar de andere plek gereden kunnen worden. Dus dat is ook een vorm van verbinding voor mensen. Dat is mensen. Met zo'n duofiets is het dan? Ja, dat is zo'n blauwe duofiets. Die zie je vaak fietsen. Waar mensen die net even iets minder mobiel zijn, door een vrijwilliger worden geholpen. Mm-hmm. En die kan dus precies bepalen waar iemand maar naartoe wil. Ah, nou, wat handig. Ja. Ja, nou, goed invulling gegeven aan het thema op deze manier al. Ja. Maar goed, je gaat uiteindelijk langs al die monumenten. Wat zijn de pareltjes die we mogen bezoeken dit keer? Nou, waar iemand heel erg trots op is, omdat dit jaar nog eens een keer te mogen tentoonstellen, dat is de voormalige brandweerkazerne. We hebben in ons midden Aad Fons, dat is de oude brandweercommandant, zoals velen van jullie zullen weten. Die is de oude brandweercommandant en het gaat hem zeer aan het hart dat de brandweerkazerne aan de Simon Smitweg wordt gesloopt. Mm-hmm. Dus hij heeft er alles aan gedaan om in september nog de brandweerkazerne rechtop te hebben staan. Dus dat hij niet nu al plat ligt en dat wij daar mogen zijn. En daarbinnen zijn hele mooie tentoonstellingen. Niet alleen over verbindingen die brandweermensen en brandweerauto's met elkaar hebben en de communicatie daartussen. Maar wat ik echt bijzonder vind is dat daar iemand van Liander komt spreken. En
met een PowerPoint en beelden over alle het hele complexe ondergrondse netwerk wat we hebben aan riolen, internetkabels, telefoonkabels, enzovoort. En als je daar het over verbindingen hebt, is dat natuurlijk een wirwar aan kabels, leidingen, buizen, enzovoort. En dat gaat wel eens mis. En hoe worden mensen nou getraind? En dat vinden wij dus zo interessant. En dat is een heel publieksvriendelijke lezing, presentatie, doorlopend eigenlijk. Kan je daar naar binnen en luisteren. Hoe worden mensen nou getraind om daar heel voorzichtig mee om te gaan als er weer een nieuwe leiding bij moet? Want er moeten alleen maar leidingen bij. Er gaan nooit leidingen uit. Nee, dat vind ik wel en dat vind ik wel een hele bijzondere van dit jaar in het kader van verbindingen. En dat in het draadloze tijdperk. Juist, precies. Dat is toch gek eigenlijk. Ja, maar draadloos glasvezel krijg je toch wel met een kabeltje binnen. Dat is het. Zelfs al in het kader van de hele energietransitie gevraagd, blijven de gasleidingen liggen. Ja. Die blijven voorlopig strategisch liggen. Ja. Dus dat is... Dit is eigenlijk even een van de laatste kansen dat we dit dus kunnen gaan zien ook. In de brandweerkazerne. Kijk, er zijn heel veel onderwerpen in de brandweerkazerne. Er staan ook scheepsmodellen, want het gaat over verbindingen. Er is van alles te zien. Maar dit is wel iets heel bijzonders wat met het thema verbindingen en wegen en routes en zo te maken heeft. Ja, ik ben ook wel echt getriggerd door Leiderdorp International Airport. Ja. Kun je daar iets over vertellen, Bob? Dat is een fantastisch verhaal uit het jaar 1938. Toen Albert Plesman, directeur van de KLM, vond dat er een vliegveld centraal tussen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht moest liggen. En al zoekend, in het achterhoofd houdend dat hij in Den Haag woonde en kantoor in Den Haag was, kwam hij een gegeven moment uit in Leiderdorp, in de Achthovener Polder, op de grens van Leiderdorp en Koudekerk. Ja. En er is een volledig ontwerp gemaakt. We zijn laatst met collega Peter Diebels de archieven nog ingedoken. We hebben de oude ontwerptekeningen allemaal gevonden. Echt? Ja. En het is frappant dat hij, de architect Roosendaal, al werkte met één verdieping aankomend, één verdieping vertrekkend verkeer. En we hebben zelfs slurven gezien, getekend naar het vliegtuig. Ja. Waarbij in die tijd het vliegtuig nog een staartwiel had. Ja. Maar dat was dus helemaal uitgetekend. Ook ingegeven het feit dat de A4 van Amsterdam naar Den Haag-Rotterdam ook al ingepland was. Ja. En langs Leiderdorp zou lopen. Ja. Het zou toch wat zijn dat we nu dan gewoon hier zo'n groot... Nou, dat was niet leuk geweest met wonen misschien. Ja, Leiderdorp had er totaal anders uitgezien. Ja. En het meest frappante is dat de gemeenteraad en de burgemeester van Leiderdorp nergens van af wisten. En even frappant is het dat het uiteindelijk niet gekomen is, omdat er bij Schiphol en Amsterdam grote protestacties werden gevoerd voor het behoud van Schiphol op de plek waar het is. Dat het daar in ieder geval niet wegging. Ja. En dit verhaal kunnen we bekijken en ook beluisteren, begrijp ik, in het Leiderdorp Museum. Ja. Dat is een van de haltes dus ook. Ja. Dan komt iemand over vertellen. Ja, wij om beurten. Jullie gaan er zelf een verhaal over vertellen. We zetten een pilotenpet op en wij gaan vertellen over dat project. Ja. En wij gaan ook vertellen hoe blij we zijn dat eigenlijk alleen nu nog maar wij de vogels dat als start- en landingsbaan gebruiken. En dat wij niet in de aanvliegroute van grote vliegtuigen zitten. Ik vind het wel grappig om te lezen in het boekje dat ik 12 miljoen florijnen, dat je dat dan zou moeten betalen voor 400 hectare aan vliegveld. Dat vind ik toch best weinig eigenlijk, als je vergelijkt met wat het nu zou kosten, toch? Ja, weet je. Dat was een andere tijd. Ja, maar Florijnen sowieso is anders, maar als in van... Ja, dat is toch weinig. En een van de redenen waarom het er uiteindelijk ook niet is gekomen, nog los van de hele politieke machtsspel, is dat die polder zo ontzettend drassig is dat als je daar zware gebouwen op zet en zware landingsbanen legt, dat alles natuurlijk zakt en verzakt. Ja. Dus dat is gewoon te gevaarlijk. Ja. Ja. En dat is het hele gebied hier natuurlijk. Hè? Heel veel verzakkingen. Dus het kan gewoon helemaal niet daar. Nee. Gelukkig maar. Ja. Laten we nog even een mooi monument eruit pakken. We hebben in het museum een primeurtje. Mm-hmm. En dat is een maquette van het station Heeressingel, waar vroeger in de jaren 30 de Haarlemmermeerlijn begon. Ja. En we hebben iemand die meedoet en die heeft een maquette gemaakt van dat station. En dat is nog niet eerder vertoond in Leiderdorp en Leiden. Nee, dus er reed een trein van Leiden naar het Haarlemmermeerstation en die begon in de Kooi. Ja. En in de Kooi heb je dus de Heeressingel, daar op de hoek waar ook ooit een wasserij is geweest. Ja. Daar was het kopstation, Heeressingel. Ja. Ja. En dat treintje reed dan over de Zeilbrug en dus over de oude spoorbaan, dat is achter de Leihof langs. Ja, ja. Daar tufte een treintje langs, een stoomtrein. Ja. Tot 1938 of zoiets dergelijks is het geweest. Ja.
Kijk, dat zijn mooie verhalen. Ook tussen in het Laardorf Museum. Ja, hier, daar, en dan zetten we een andere pet op. Dan zetten we een machinistenpet op. En dan vertellen we dat verhaal. Allemaal outfits. Ja, precies. Alle attributen zijn aanwezig. Dat is duidelijk, inderdaad. Ja, ik moet ook bijna het fluitje gaan blazen nu. Hè, als we toch in deze metafoor bezig zijn. Dus ik had er even een algemene vraag. Want het gaat natuurlijk ook over de panden. Hè, die we kunnen gaan bezoeken, inderdaad. En hoe zorgen we er nou eigenlijk voor dat die panden ook gewoon lang, duurzaam dus maar, zeg maar, goed blijven? Is daar een beetje zicht op wat eraan gedaan wordt? Nou, de eerlijkheid moeten we wel gebieden dat er niet zoveel monumenten zijn die mee willen doen. Nee. Na al die jaren, mensen worden ook wel eens monumentmoe. De echte monumenten vallen ook onder de gemeentelijke monumentenregeling, ja, of de landelijke. Ja, ja. Het monument, het oudste monument van Leiderdorp, is natuurlijk de Dorpskerk. Die doet altijd mee. En tegenover de Dorpskerk, Bruggestraat 1, staat het huis wat vroeger het wapen van Leiderdorp geweest is. Wat begonnen is ooit. Als het katholieke huis voor de pastoor, want dat was natuurlijk een katholieke kerk. Vanaf 1300 zoveel was het een huis voor de pastoor die daar tegenover moest preken. Ja. Dat is het oudste pand. En kijk, en daar wordt natuurlijk door de bewoners nu heel zorgvuldig mee omgegaan. Die denken er heel goed over na dat als ze het restaureren, dat het volgens de richtlijnen is. Maar je hebt allemaal van die spanningsvelden, zoals andere panden ook, die dan bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak willen hebben. En dat mag dan dus niet. Dus het is heel spannend gedoe. Dus de vraag die u stelt is heel terecht. Ja. Hoe houden we het in stand en hoe zorgen we ervoor dat mensen er kunnen blijven wonen? Want als je er geen zonnepanelen op mag doen, dan wordt het opeens wel anders. Ja. Nou, jullie zijn in ieder geval hele goede ambassadeurs voor de Open Monumentendagen. En zeker ook voor het Leiderdorps Museum, daar hebben we ook veel over gehoord. Een mooie route dus af te leggen met de hop-on, hop-off bus. Of fietsend of lopend kan natuurlijk ook. Ja. Maar de eerste keer dat er gereden wordt is denk ik rond 11 uur zo'n beetje. Ja, want de opening van Open Monumentendag is gelijk met de opening van de fietstocht. Ja. In het kader van 450 jaar Leidse Ontzet. Aha, ja. En burgemeester Tjarda Struik, die hijst de vlag en is Monumentendag open. En die geeft het startschot en dan kan de fietstocht beginnen. Ah, zo. Dat valt samen bij de Dorpskerk. Dat wordt een mooie dag volgende week, 14 september. We kunnen het nog ergens nalezen op de website, denk ik. Ja. En overal zijn de boekjes beschikbaar. Dus in de bibliotheek, bij de Claire, bij Wil van Gessel, in het museum. Ja. Met het hele programma. Maar het staat ook op de website van het Leiderdorps Museum. Ja, dat moet lukken. Dank jullie wel voor het komen. Arjan Wit en Bob Reitsma van het Leiderdorps Museum over de Open Monumentendag. Volgende week dus 14 september in Leiderdorp. In dit geval en natuurlijk ook in andere plaatsen. Maar het ging nu even over Leiderdorp. Een fijn weekend allebei. Dank je wel.